Burgemeester, het aantal besmette inwoners van de gemeente Alphen is de laatste dagen flink toegenomen. Bijvoorbeeld alleen gisteren al 8 op één dag. Baart u dat zorgen? Nee, dat baart me niet echt zorgen, omdat het volgens de lijn loopt die het RIVM ons ook heeft voorspeld. Je ziet dat dat in onze hele veiligheidsregio toeneemt. En we hopen natuurlijk snel dat de groei eruit gaat. Maar het is voor ieder die individueel geraakt wordt door het coronavirus heel ernstig. Want je wil natuurlijk niet ziek worden als gevolg van dit hele nare virus. Zodat het er nou 30 of 20 of 10 zijn. Iedereen die ermee te maken krijgt, wordt er lelijk door getroffen. En ik kan me heel goed voorstellen dat de zorgen bij die mensen en hun naasten groot zijn. En ik hoop natuurlijk vooral dat ze voorspoedig zullen herstellen. Want u weet niet hoe het met de zieke Alphenaren gaat? We weten dat er een aantal in het ziekenhuis zijn opgenomen en dat volgens sommigen de situatie ook best zorgelijk is. Gelukkig zien we ook dat er langzamerhand weer mensen uit het ziekenhuis ontslagen worden en beter zijn. Maar van diegenen waar je iets van hoort, die zeggen stuk voor stuk, het is echt een heel naar ding om te krijgen. Ik ben al nooit in mijn leven zo ziek geweest, of het zijn echt hele heftige klachten. Dus laten we die verhalen ook heel serieus nemen. En laat dat ook een aanmoediging zijn voor mensen om zich vooral ook aan alle voorschriften en richtlijnen te houden. Ja, want ondanks dat u geen aantallen weet, genezen mensen wel van corona? Van gelukkig wel, ja zeker. En het mooiste voorbeeld was natuurlijk een 5-jarig meisje wat na de wintersportvakantie met corona besmet was, niet naar school toe mocht en alweer even naar school toe is geweest voordat de scholen dicht gingen. Maar zo zijn er gelukkig meer voorbeelden. Op Ipse de Brug, op de Hoge Burg in Zwammerdam is corona vastgesteld. Dat is denk ik best wel urgent als het daar gebeurt, juist op die specifieke locatie. Ja, dat is heel vervelend. Je hebt de directeur van Ipse ook horen zeggen, Jan Hoek, dat het op meerdere locaties van Ipse aan de orde is. Ze hebben heel veel verschillende locaties, niet alleen in de gemeente Alphen aan de Rijn. Maar ze kunnen in de woonvoorzieningen die ze hebben mensen wel isoleren. En dat maakt dat mensen individueel op een kamer gelegd worden, dat de verzorgenden die nodig zijn ook met beschermende kleding de verzorging kunnen bieden die nodig is. Dus ze kunnen op dit moment zo'n besmetting wel goed handelen. Ik denk ook heel spannend voor de medewerkers van Ipse. Die komen over het algemeen allemaal hier uit de buurt vandaan. Ja, voor de medewerkers, maar wat denk je voor de medebewoners? Iedereen die bij Ipse woont heeft natuurlijk in de gaten dat de wereld er toch anders uitziet dan dat ze gewend zijn. Ze zijn soms de structuur van het naar een dagbesteding of naar het werk gaan kwijt. Ze zien dat verzorgenden er ineens anders uitzien op het moment dat ze bij een andere bewoner op bezoek gaan of voor de zorg naar binnen moeten. Dus het is voor iedereen, zowel de bewoners als de verzorgende, heel ingrijpend als zoiets gebeurt. En ja, dat bewijst nog maar weer eens een keer extra hoe zwaar het werk in de zorg op dit moment ook echt is. Het RIVM heeft zojuist bekendgemaakt dat het aantal ziekenhuisopnames in de provincie Zuid-Holland relatief snel oploopt. Dat klinkt toch wel zorgelijk. Ja, relatief gesproken waren wij en zijn we ook nog steeds de provincie met de laagste aantallen ziekenhuisopnames. Procentueel gezien. Dus als je kijkt naar Utrecht, naar Noord-Holland, naar Brabant, dan zijn daar in relatief opzicht de ziekenhuisopnames echt hoger dan in Zuid-Holland. We trekken het been bij, in negatieve zin zou je kunnen zeggen. Maar ik kom net uit een overleg waar ook de directeur publieke gezondheid van de GGD, de heer Sjaak de Gouw, aan deelnam. En hij gaf aan dat op dit moment de ziekenhuiscapaciteit echt nog genoeg is. En dat het aantal IC-bedden in onze regio ook echt nog voldoende is om zelfs nog een iets grotere groei goed aan te kunnen. We spraken nu voor het laatst op dinsdagmiddag. Het is nu vrijdagmiddag. Kunt u kort samenvatten wat er in de afgelopen 72 uur gebeurd is? Er gebeurt nog steeds heel veel. Wat mij natuurlijk vooral is bijgebleven is natuurlijk ook de hele bijzondere raadsvergadering die we gisteren hebben gehad. Nodig
omdat de raad toestemming moet geven om binnen het sociaal domein de aanbestedingen die daar lopen ook doorgang te kunnen laten vinden. Maar het is natuurlijk heel bizar bijna dat je met 20 raadsleden in een raadsvergadering van 6 minuten dat soort besluiten neemt. Het waren er nog heel even, zelfs maar 19. Is het mysterie rond Nieuws uit te wogen inmiddels opgelost? Ik heb nog niet begrepen waar die zich verstopt heeft. Maar gelukkig was Caroline Blom zo vriendelijk om snel een paar schoenen aan te trekken en deze kant op te komen. Waardoor we 5 minuten te laat toch nog konden beginnen. En ze na 6 minuten raadsvergadering allemaal weer naar huis toe konden. Dat was de raadsvergadering? Dat was een hele bijzondere. Het tot stand komen van de noodverordening is ook een heel interessant proces geweest, zullen we maar zeggen. Nadat maandagavond het kabinet een aantal extra maatregelen bekend had gemaakt, is er heel hard gewerkt aan een noodverordening. Dat had nogal wat voeten in de aarde. En dat is voor mensen die achter de schermen daarmee druk zijn echt topsport om dat voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk is dan gisteravond om 8:30 die noodverordening van kracht geworden. Net op tijd voor het weekend. En wat mij betreft ook de waarschuwing en de uitnodiging aan alle mensen in onze gemeente om zich toch vooral te houden aan de voorschriften die we hebben, de 1,5 meter afstand, niet op een klontje bij elkaar gaan staan. Volg die dingen nou op, zodat we die noodverordening niet uit de kast hoeven te halen komend weekend. Geen delen van de openbare ruimte af hoeven te zetten, geen winkels hoeven te sluiten, geen mensen op de bon hoeven te slingeren. Als iedereen zich nou gewoon gedraagt, kunnen we met alle beperkingen van dien doorgaan met de boodschappen doen en af en toe eens even lekker een luchtje scheppen. Want vooral in het Zegerslootgebied, het Bentwoud en in het Europapark in Alphen aan de Rijn was het afgelopen weekend te druk, zei u. Daar was het echt te druk en dan vergeet je nog de zaterdagmarkten in Boskoop en Alphen aan de Rijn, want dat was ook een close finish. En daar hebben we natuurlijk van moeten besluiten dat we de marktkoopmannen die geen eten verkopen de komende 2 weken niet welkom zijn op de 2 zaterdagmarkten. Maar toch gaan er nog wel heel veel geluiden op om die markten gewoon überhaupt af te schaffen. En u kiest daar wederom niet voor. Nee, dat hoeft ook niet. Omdat we denken dat we het aantal bezoekers en de afstand tussen de bezoekers goed genoeg kunnen organiseren. En ook daarvoor geldt weer dat iedereen afgelopen zaterdag zijn stinkende best heeft gedaan om ook te verdienen, om het bijna zo te zeggen, dat de markt open kan blijven. Je ziet dat nu ook in Den Haag voor de komende dagen weer gebeuren. Dat toch de weekmarkt weer open gaat, maar ook daar alleen kramen waar je eten kunt kopen. Heeft u al boetes uit moeten delen? Gelukkig nog niet. Dat kon ook nog niet. Het kan pas sinds gisteravond 8:30. Maar ik hoop echt dat het bonnenboekje bij iedereen in de zak kan blijven. We merken best wel dat zeker jonge mensen tussen de 12 en de 18... als je ze aanspreekt, doe dit nou niet, neem nou een stapje terug, houd iets meer afstand, dat ze dan vooruit. De neiging om toch weer dichter naar elkaar toe te kruipen is heel groot. Vandaar dat er vanaf vanavond ook een speciale campagne op de jeugd gelanceerd wordt. Slimmer chillen is corona killen. In de hoop dat die campagne aanslaat en er extra nog weer eens een keer voor zorgt dat ook jonge mensen waarin dat puberbrein toch af en toe niet helemaal alle vakjes op de goede manier open zitten, dat die boodschap toch echt door gaat dringen. En zoals u van de week al zei, mensen hoeven niet meer te rekenen op een waarschuwing nu. De tijd van waarschuwen is voorbij, iedereen moet het nu echt wel weten. Houd je je niet aan de regels, boete. En zeker als dat herhaalde overtreders zijn. Hè. Er zijn er een aantal natuurlijk die misschien al de afgelopen dagen steeds door politiemensen of door onze bijzondere opsporingsambtenaren zijn aangesproken. En als dat echt bekende klanten zijn, ja, dan moeten ze er onderhand echt rekening mee houden dat ze een boete gaan krijgen. Komende dinsdag gaat de premier bekendmaken of de maatregelen ook na 6 april van kracht blijven. Wat verwacht u? Ik heb geen glazen bol en ik ben heel benieuwd naar wat de premier daarover gaat zeggen. Kunt u zich voorstellen dat het na 6 april weer opgestart gaat worden zoals we een beetje gewend zijn?
ik wil niks liever dan dat er na 6 april weer meer mogelijk wordt dan nu mogelijk is. Maar ik ken de adviezen van het RIVM en van de GGD op dat punt nog niet. En zoals we in deze hele crisis iedere keer hebben gezegd, we moeten ons op het advies van deskundigen baseren. En daar nemen we maatregelen op die zij adviseren. En dat zal de premier doen en dat zullen we als burgemeesters ook blijven doen. Ik kan me voorstellen dat ook u wel de kans dat het langer van kracht blijft groter acht dan dat het op 6 april afgezwakt gaat worden. We weten één ding maar zeker en dat is dat alle evenementen waarvoor vergunningen zijn aangevraagd tot 1 juni niet door kunnen gaan. We hebben vandaag ook gehoord dat het vliegverkeer tot 10 april aan beperkingen onderhevig blijft. En ik ga echt niet speculeren hoe dat de wereld er op 7 april uit komt te zien. Die kennis heb ik niet. Ik ken de adviezen van de deskundige instanties niet. En we kunnen in deze situatie echt nog wel een paar dagen geduld oefenen.